hier in winkelcentrum Hoge Vught gaan we weer vragen of mensen gaan stemmen op 21 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen. Eerst laten we deze foto zien. De foto van Mirjam Haag, de lijsttrekker van de Partij van de Arbeid in Breda. En vragen of dat ze bekend zijn met haar gezicht. Mevrouw, als ik u nou deze foto laat zien, weet u dan wie dat is? Nee. Als ik deze foto laat zien, weet u dan wie dat is? Nee. Dat is Mirjam Haag, zij is van de... Ja? Ja, ik heb zelfs een keer ontmoet, maar dat, ik zag het zo snel niet. Ja. Nou, Mirjam Haag van de Partij van de Arbeid. Ja. Lijsttrekker. Aardige vrouw? Ja, ze was toen heel aardig. En misschien op haar stemmen op 21 maart? Of, Wie weet. Ja. Ja. Als ik nou deze foto laat zien, hè, weet u dan wie dat is? Weet u wie dat is? Mijn schoonmoeder. Jouw schoonmoeder. Gaat u stemmen op 21 maart? Nee. En waarom niet? Omdat ik geen vertrouwen heb in de politiek. Je wordt alleen maar voor de gek gehouden. Waar moeten ze zich voor inzetten? Voor iedereen, hè? Mm-hmm. Niet voor een bepaalde groep, maar voor iedereen. Ja. Zonder dat een groep uitgesloten wordt. Ja. Vindt u dat dat nu wel eens gebeurt? Ontiegelijk. Dat gebeurt niet heel veel. Ja. Ze moeten er eigenlijk echt in kunnen leven wat er bij de mensen omgaat. Mm-hmm. Ga u stemmen op 21 maart? Nooit. Nooit stemmen? Ik heb er 8 jaar niet meer gestemd. Nee? Waarom niet? Nee. Vind je niet belangrijk? Nee, het is allemaal koekenij. Wat zou zij moeten doen om uw stem te krijgen? Heel veel geld stoppen in de zorg. Oh. Dat zou goed zijn. Want dan werk ik zelf, dus dan... Is daar veel geld nodig? Ja. Nou, we hebben het niet slecht, maar het kan altijd beter, denk ik dan. Maar als je kijkt hoe de zorg in Nederland achteruit gaat. En het gaat heel hard achteruit. En daar moeten ze eigenlijk voor meer op inzetten. Is er in één partij bij waarvan u zegt van nou, dat vind ik nou een goede partij? Nee. Af en toe CDA. Ja. En bijvoorbeeld een kleine lokale partij, zou u dan daar ook niet op stemmen? Nee, helemaal niet. U bent echt het geloof in de politiek verloren? Helemaal. Misschien toch nog overwegen om te gaan stemmen op 21 maart voor de gemeenteraadsverkiezingen? Misschien? Zo wijd kan ik niet lopen. Ah, maar dan komen ze u wel ophalen met een busje. Jawel, dat doen ze wel. Denk er nog maar eens even over na. Maar waar moet een politieke partij voor de gemeenteraad aan voldoen om uw stem te krijgen? Als je een volk wil dat hij hoog komt, zijn twee dingen belangrijk. Onderwijs en gezondheidszorg. Dat is gewoon de basiselement van het volk. En als dat goed is, dan komt de rest ook goed. Dus als Mirjam Haag uw stem wil hebben, dan zal ze veel aan de zorg moeten doen in de stad Breda. Juist. Dan krijgt ze mijn stem. Ja. Peter, waarom ben je lijstduwer voor de Partij van de Arbeid geworden? Ja, ik ben al meer dan 40 jaar lid van de Partij van de Arbeid. Ik ben lid geworden in een tijd dat er nog veel te doen was om mensen datgene te geven waar ze recht op hadden. Als ik nu kijk anno 2018, dan zie je dat de verschillen groter worden. En ik vind het belangrijk om te zorgen dat er aandacht is voor alle mensen. Breda is natuurlijk een geweldig bruisende stad. Dat voel je in alles. Er gebeurt veel. Maar het bruist pas echt als alle mensen daaraan kunnen deelnemen. En dat, denk ik, kan ik terugvinden in het programma van de Partij van de Arbeid. Ja, en heb je dan een advies voor mij straks als lijsttrekker bij de verkiezingen? Nou, je bent natuurlijk al enige jaren wethouder. Je doet dat gedreven met een grote mate van deskundigheid, vind ik. Maar ik zou zeggen, blijf met twee benen op de grond en zorg dat ieder mens de aandacht, de kans krijgt die hij of zij verdient. En als het met ieder mens goed gaat, dan gaat het met jou ook goed. Absoluut. Dankjewel.